Oké, dus ik heb daarnet mijn HIT-R jas geactiveerd. Deze is van het merk HIT-R. Je hebt een vergelijkbare motor airbag jas van BMW ook, maar die kost iets van 3000 euro is denk ik. En die heeft sensors ingebouwd die detecteren dat je valt. Dit model is eenvoudiger in die zin dat het aan een kabel werkt, dus die aan je motor vasthangt, en als je er afvliegt, dan haalt dat deze slagpin uit het systeem. Ik zal het zo meteen laten zien wat dat airbag juist activeert. Ik heb het al kunnen testen in een val echt, en die heeft gewerkt zoals het hoort. De fabrikant raadt aan van hem jaarlijks te activeren om zeker te zijn dat alles goed werkt. Dat zijn die capsules, dus als de handleiding erbij krijgt, capsule, een inbussleutel en een boutje dat je er kunt indraaien om de slagpin op zijn plaats te zetten terug. Een kwartier geleden is hem geactiveerd geweest en nu is hem al terug los. Dus van het moment dat hem geactiveerd is, zoals je het straks zien in de video, begint hem ook direct te lossen. Ik vond dat een interessante, omdat het is zwart, dus redelijk onopvallend, maar er zit wel hier een reflecterende stof in verwerkt. Dus als daar een verlichting op schijnt, reflecteert dat wel. En wat al sommige vesten ook niet hebben, is dus de dierenbescherming voor de nek. Je rug is beschermd en dus ook voor je staartbeen is er ook bescherming, dat is dat gedeelte niet, maar dat ga je ook beter zien in de video. En als je naar de website gaat van die fabrikant, dan ga je zien dat die vooral jassen maken voor de ruitersport. Hier zit die capsule zit daarin. Dat is zo'n CO2 capsule. En op het moment dat die openslaat, wacht, ik ga het even open doen. Ik moet hem toch vervangen, dus ik kan het eigenlijk gemakkelijk laten zien terwijl ik hem vervang. Dus dat is zo'n capsule. Ik denk dat die capsules, je kunt ze goedkoper kopen. Dus 60cc, dat is het voornaamste. En het draadtein zal ook wel juist moeten zijn. Maar ik denk dat bij HIT-R zelf kosten die iets van 20 of 25 euro, denk ik. En dus dit wordt doorboord, waardoor dat al de lucht er in één keer uit gaat. Dat is het principe voor fietsbanden op te pompen ook in noodoplossing. Je mocht dat trouwens niet activeren als je dat vast hebt, want dat wordt ijskoud en dat zou keurig de brandwonden van. Dat is de reden dat als je zo'n ding koopt voor je fiets, dat daar zo'n hoesje bij zit om daarover te doen. Maar dus hier zit dat in dat systeem en dat is het slagpingedeelte. Hier zit dus een slagpin die door die bol achteruit gehouden wordt. En als die bol eruit vliegt, dan vliegt dus gaat slagpin in de capsule. En dan ga ik een keer snel zien. Van gewicht valt deze mee. Kijk, hier zie je waar dat hem doorboord is. De prijs van deze is 500 euro geloof ik. Het gewicht is een kilo, dacht ik dat was, voor de vest. Allee, voor heel het systeem dus. En als ik me niet vergis, ik heb het al een keer vervangen, maar ik heb hem dus al gebruikt. Dan kun je deze bout hier van achterin draaien. Als ik hier aan de diner draai, dan zie je die slagpen hier naar achter gaan. Dit ding is om de kogel erin te houden. Dus als je niet altijd de kogel er per ongeluk kunt uittrekken, kun je dat erover schuiven. Maar goed, die zit er nu niet in natuurlijk. Hè. Dus om opnieuw te activeren is het gewoon een kwestie van dat spel helemaal open te draaien. En dan zie je hier waar die bol in verdwijnt. En een keer dat dat gecentreerd is, kan die bol daar gewoon terug in. In gebruik is het gewoon, het is een kwestie van, dus dit gaat los, dit hangt aan je motor, aan je frame. En je moet gewoon telkens aan gaan zitten op je motor, dat bevestigen. En als je eraf stapt, niet vergeten terug los te klikken. Nu, er zit werk in. Dus als je het vergeet terug los te klikken, rekt dat gewoon wat uit.
En ik moet al vrij hard trekken om hem te activeren. Dus ik heb hem nog niet per ongeluk geactiveerd. Dus nu dat terug zit, kunnen we hem tijdelijk beveiligen. Zo is die beveiligd. En dan niet de lege, maar de volle capsule erin plaatsen. Dan moet je daar gewoon los in draaien. En dan is het de kwestie van dat hier door te steken. Ja, omdat die pin daarin zit, mag die bout daar terug uit. En dan kun je opbergen. Die dient echt gewoon om die slagpin achteruit te halen. En dan dichtritsen. Maar je mocht dus niet vergeten van dat weg te halen. Als je hem activeert wilt. En voor de vest zelf, dus je ziet dat hij helemaal leeg is ondertussen. Het is met drukknopen, hier zie je dat. Dat je alles terug kunt dicht maken. De kraag ook, alles naar binnen duwen. En de drukknopen dicht doen. En zo is hem klaar om nog een jaar dienst te doen. Ik heb hem nu 1,5 jaar, denk ik. Ik heb hem al 1 keer kunnen gebruiken.